En we zijn aangekomen bij toer 21. En toer 21 gaan we groen aanhechten. Dus we zien hier het witte in het witte verdwijnen. Hierboven zien we de eerste steek en daar gaan we het groene draad doorheen halen. En dan zorgen dat we een draadje hebben wat we weg kunnen werken. Het witte draadje aantrekken en deze knippen we af. Even erin stoppen, Benny. Zit hier niet in de weg. Die ook erin. Zo, hebben we het groene garen aangehecht. En met groen, toer 21, gaan we nu stokjes haken. Dus we gaan eerst even kijken hoeveel doet ze omhoog. 1 lossen. En dan in dezelfde steek maakt ze nog een stokje. Dus daar gaan we eerst mee beginnen. We willen nu ietsje smaller, want met die handschoen, ik ga het eventjes laten zien, hebben we hier iets breder gedaan voor dit gedeelte van je hand. Maar de bovenkant komt hier op te zitten, dus die kan weer 1 steek geminderd worden. Dus we gaan een stokje minderen en dat doen we in de volgende steek. Zodat ook die aan de onderkant van je handschoen zit en je daar dus niet die samengehaakte steek van ziet. Dus we gaan nu 2 stokjes samenhaken. Dus in de tweede steek ga je een draadje halen en je haalt je draad door 2 en laat die erop staan. Dan doe je een omslag, ga je naar de volgende steek, ga je ook een draadje halen en daar haal je hem ook door 2. Heb je er 3 op je haaknaald en dan haal je hem in 1 keer door alle 3. En dan heb je deze 2 steken 1 steekje van gemaakt. En de rest van de steken gaan we nu gewoon stokjes haken. Dus in mijn geval moet ik nu nog tot 28 stokjes haken, want we zijn weer op de oude aantal die we hadden. En stokjes is gewoon je omslag en door 2, door 2. Omslag en je ziet dat je bij de duim ga je in die vaste ga je je stokje haken. En wat staat dit groen van die ik gekocht heb toch mooi op dat wit. Ik ben er echt heel blij mee met dat glitterwolletje wat ik gevonden heb. Ze hadden geen gewoon groen van de Vibra garen. Dus moest ik deze meenemen. Toen dacht ik, oeh, gaat dat wel mooi worden. Maar ik vind het echt een hele mooie combinatie. Dat glittergroen met wit. Dus ik ben er heel blij mee. Allemaal stokjes naar de andere kant. En eigenlijk deze hoef je niet meer te tellen. Ja, je kan even controleren of je er aantal hebt wat je had dus, hè. Dus ja, als je met 24 begonnen bent, waren we naar 26 gegaan en bij de vorige toer hebben we 1 gekort. En nu wordt er eentje gekort, dus dan kom je uiteindelijk weer op je oude aantal terug waar we mee gehaakt hadden. En dan zijn we er alweer bijna, ik tenminste. Ik had meer steken, omdat ik brede handen heb. Dus ik ben nu bij het einde gekomen met stokjes rondom gehaakt. Ziet er zo uit. En dan gaan we naar de volgende toer, dat is toer 22. En we moeten doorhalen zometeen met paars. Dus zorg dat je zometeen voor toer 22 je paarse garen klaar hebt liggen. Tot zo!